Goedemorgen allemaal, tenminste het is hier nog vroeg in de morgen in het onderwijscentrum. Het is bij jullie ondertussen in de middag en helaas kan ik er niet bij zijn vandaag bij jullie bijeenkomst, de informatiebijeenkomst over Erasmus Arts 2030. En dat vind ik spijtig, want er is de afgelopen tijd natuurlijk heel hard gewerkt om per september 2023 met het nieuwe curriculum te gaan starten. Het zal jullie niet zijn ontgaan dat ik besloten heb om dat met een jaar uit te gaan stellen. Ik heb in ieder geval van de stuurgroep het advies gekregen dat het niet haalbaar zou zijn en dat er meer tijd nodig is om het een en ander goed voor te gaan bereiden. En daarvoor is ook goede ondersteuning nodig. En die ondersteuning die gaat volop gegeven worden de komende tijd. Dit uitstel betekent niet dat we het komende jaar niet heel veel dingen gaan doen. We gaan bezig met de introductie van het programmatisch toetsen, bijvoorbeeld voor de masterfase. We gaan beginnen met pilots voor case-based learning en project-based learning. Echt essentiële elementen van het Erasmus Arts 2030 curriculum. En die gaan we het komende jaar dus meer testen om per september 2024 een heel mooi curriculum klaar te hebben. Ik wens u een hele mooie en fijne dag toe.